Dit is onze bullenkloot. Wij kunnen hier tot 10, 11 meter hoog de cacao neerleggen. Het ligt met 5 ton vierkante meter. En dit is een relatief kleine ruimte. Maar hier kan ongeveer 20.000 ton cacao liggen in zijn totaliteit. Als je naar cacao kijkt en de rol daarvan, dan heb je dat eerste stuk, het lossen van water op land. Dan de opslag. Maar als je kijkt wat er achterliggend aan arbeid ligt in de verwerkende industrie, dan zie je dus echt die value added die in die Amsterdamse haven ontstaat. Het wordt niet gewoon meteen doorgestuurd. Nee, er volgt een bewerking. Bij ons is dat tegenwoordig al een reiniging. Daarna gaat het naar de fabrieken waar het tot eindproduct verwerkt wordt. Of tot halfproduct waar het soms ook weer terugkomt en weer terug de wereld in gaat. Dus daar zit een enorme arbeidstrekkende functie achter. Die haven creëert eigenlijk ook die baan in het achterland. Chocolate Makers is een kleine ambachtelijke chocoladefabriek. Wij maken hoge kwaliteit chocola, helemaal van boon tot reep. Van boon tot reep betekent dat we de hele keten van bonen importeren, branden, walsen, het afgieten zelf in eigen hand hebben. Dat we zelf ook een eigen merk hebben, Chocolate Makers, en dat we dat op de markt brengen. Nou, de haven Amsterdam is erg belangrijk voor ons omdat Amsterdam natuurlijk een naam heeft, de grootste cacaohaven van de wereld. En daarnaast is logistiek, korte lijnen, snel kunnen in- en uitladen en makkelijk het land in kunnen distribueren, ook voor ons als kleine chocolademaker van essentieel belang. Tradin Organic is one of the world's leading companies of the organic food ingredients. Cocoa, liquor, butter and powders. Thanks to Tradin Organic's sourcing experience and the proximity of Amsterdam, the biggest cocoa port in the world, we have easy and quick access to the wide range of origins, enabling us offering single origin fine flavor products. We ensure exceptionally short lead times and small minimum production batches. A unique concept of a boutique factory would differentiate Crown of Holland from all other cocoa facilities. Amsterdam is nummer 1 al heel lang. In de regio zit een 600.000 ton aan verwerkende industrie. Vanuit die positie is Amsterdam eigenlijk op de plek gekomen waar we nu zitten.